programma wordt mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy Peanut Butter Ice Cream. Weer in de huid van onze opa Arie. En deze oude stakker heeft geen cent te makken. Zijn nietsvermoedende omstanders bereid om deze blutte bejaarde te helpen? Ze zeggen dat ik geen geld heb. Je hebt te veel liggen, Tim. Ik heb toch meer dan 20 euro, hoor. Neem ik aan. Hoe kan dat nou? U weet het toch niet? Heb ik nou geen geld? Uw geld is op! Tja, Arie, al die avondjes in de kroeg hakken flink in op de rekening. Aan de andere kant van het dorp trotseren de vermomde Thomas en Stefan hun favoriete winkels. Door middel van de verborgen camera's heeft niemand door dat opa Jaap flink wat drank inslaat. Dat is ook lekker. Ja, dat is lekker. Het lijkt erop dat de heren een feestje gaan geven. Want opa Karel wil voor aankleding het hele tuincentrum leegkopen. Die mooie boeddha's. Voor de rust. Hoppa. 189 euro. 363 euro, jezus. Wat een geld. En terwijl Jaap en Karel royaal inslaan, trekt de paniek van Arie steeds meer pottenkijkers. U kan het nog een keer proberen. Arie, nou, ik ben eerlijk niet voor je kijken. Ja, dat werkt niet. Mag ik kijken wie er toch op staat? Ja, dat zou wel. Hij werkt niet. Nee, maar u moet niet. U kunt zo. Ik wil geld. U wil geld. Ja. Dat doet hij op deze? Ja, dat doe ik. Op die? Waarschijnlijk heeft u denk ik misschien dan eens meer opstaan. Nee, dat moet. En nu? Het kan toch niet zo zijn dat ik geen geld meer heb? Ik weet het niet. Maar dat kan toch niet? Ik ben best even naar huis gegaan. Ja, maar ik moet gewoon geld hebben. Ja, dat weet ik wel, meneer. Ik ben best even bellen met de... Hoe kan dat nou? Ik geloof niet. Meneer? Ja? U hoeft niet alle flessen eruit te halen, hoor. Als u er van een aantal voor het feit hetzelfde heeft. Oh ja. Deze erbij. Ja, gaat het een beetje halen, of niet? Ja. Ja, dat dacht ik al. €395,14 wordt het dan. 893,97. Ja. Zo. Ja. Oké. Okay. Transactie weigert. Ik weet niet dat het bij u op staat, maar je staat dat het niet lukt. Meneer? Kan ik er iets van afhalen? Misschien deze is wel heel... Hoe duur is deze? Wacht, nog een keer. Ja hoor. Gaat ie van. Oké. Okay. Dan moet ik even geld gaan halen. Dat kan. Oké. Okay. Nou, excuus. Shit. Oh, kan dat nou? Doei. Dat was heel awkward. Dat is balen. Het banksaldo van de oudjes is 0,0 euro. Terwijl de medewerkers met flinke tegenzin de spullen weer op hun plek gaan zetten, kan opa Arie nog steeds niet geloven dat hij geen geld heeft. Ik heb geen geld. Nou, dat is me ook waar. Stomme ouwe. Hoe kan dat? U heeft er niet genoeg op staan. Zult u iets lager bedrag in moeten toetsen? Moet ik nou... Ze hebben mijn geld gepakt. Mijn geld is op. Dan kunt u me echt niet helpen. Nee, ik kan u echt niet helpen. Nee. Ik heb mijn geld nodig. En u? Ik heb geen geld. Wat is dit nou? Ik probeer te pinnen bij een tuincentrum. Doe mijn pinpas het niet. Ik heb ook geen geld. Wat is dat nou? Ik had mijn hele kar vol met drank. En er is geen geld. Pinnen werk ik ook niet. Moet er geld gaan verdienen. Ja, want we willen in de volgende aflevering willen we een heel groot feest geven. Ja. En daar hebben we wel geld voor nodig. Ja. Dus Arie de Beuker, we gaan geld verdienen. Arie de Beuker. Ja, ik ga ook aan de bak. Oké, later. Moeten we niet met de camper? Nee. Oh, oké. Okay. Zonder centjes kan je inderdaad geen groot feest geven. Dus de opa's moeten aan de bak. En flink ook. Opa's Arie en Karel gaan samen de stad in. Om met hun talenten geld af te troggelen van nietsvermoedende voorbijgangers. Yeah.
Zet maar neer. Ben je er klaar voor? Ja. Jullie staan precies voor de camera. Ja. Kunnen jullie alsjeblieft weggaan? Alsjeblieft stil. Alsjeblieft. Kunnen jullie alsjeblieft weggaan? Jullie staan precies. Zo meteen. Alsjeblieft even weg. Kijk. De 2 euro verdiend. Arie. Ja. Je moet even langs die mensen. Je moet terug van mijn geld halen. Dan stel ik hem uit. Oké, dan gaan we naar buiten. Dank u. Gaan we even geld halen, dan gaan we weer. Heeft u wat geld? We hebben geld nodig. Oh, ik heb helemaal geen budget. Ik ook niet, daarom. Hier, geld. Oh, ja, kijk. Kom maar, man. Kijk. Hier, kijk. Hier is het doel. Dankjewel. Heeft u geld? Heeft u geld? Jongens, een arme Hollander, wat ben je nog? Ik er ook. Zullen we maar gaan? Dit schiet niet echt op, hè? Nee, schiet niet op. Nou, top. De act van deze straathosselaren is nog wat roestig. Maar de eerste centjes zijn verdiend. Chapeau. Opa Jaap gaat voor een hele andere tactiek. Bijbeunen in een lunchzaak. De bediening van de zaak is op de hoogte van Thomas' vermomming. Maar de nietsvermoedende gasten weten uiteraard van niets. Ja. Tafel 9, mag ik wel nog even helpen? Goeiedag. Hallo. Was het lekker? Ja, ja. Ja, nog hetzelfde. Nog eentje? Ja. Zo, je hebt er zin in vandaag. Ja, ik denk gewoon lekker door, hè. Door. Oh, ja, zo mooi weer, hè. Ja, dat wil ik. Ja. En voor u, mevrouw? Nog een spaartje citroen. Nog een spaartje citroen. Ja. Geen bolletje. Nee. Misschien kunnen we hier nog wat geld achterhoggelen bij die mensen. Ja, zeker. Hè? Ja. Oh, sorry hoor, dit is ons plekje eigenlijk normaal gesproken. Pardon. Maar waar gaan we dan mee? Zet de bakje neer, hè. Bakje. Sorry. B.I.F.B. Hebben jullie geld? Even nootjes voor wat oude heren. Hebben jullie geld? We hebben geld nodig. Mensen, goeiedag allemaal. Onze AOW is een beetje op. En we proberen nog wat van het lijf te maken. Dus als iemand een paar centjes heeft, dat zou heel fijn zijn. Ga maar even langs met die mensen, Harry. Ik heb geen muntjes. Klein centje, geld. Voor Harry. Dames, klein centje voor Arie. Hebben jullie een klein centje voor Arie? Oh, klein centje voor Arie. Oh, dankjewel, Zwolle. Die is heel gasvrij. Yes, met z'n allen. B.I.F.B. Hey! About me. Hey! Hey! Met z'n allen. Motherfucking B.I.F.B. Hey! Zonne, laat je liggen! Lekker man, goeie sfeer, goeie sfeer, Zonne. Zeg heren, op dit tempo gaat het grote feest geen succes worden. Daarom gaan Giel en Stefan op zoek naar een nieuw stekkie en nieuwe slachtoffers. Opa Jaapie wordt daarentegen wat vrijgeviger. Wil jullie een bolletje? Ik lust wel een bolletje. Ja, hoppakee, bolletje erin. Hoppa. Wie wil er nog meer een bolletje? Nee, oké. Gewoon lekker een bolletje drinken in de keuken. Op mijn eerste werkdag. Hoi. Van een borreltje met je collega's ga je niet rijker worden, Jaap. Kunnen we wel een rondje van de zaak doen? Dan krijgen we misschien een beetje voor je. Kom maar met die fles. Hij mag op. Oké, okay. Nou dat mag ik. Ga maar best doen. Zo, je hebt nou een fles. Oh. Ja, wil je proeven? Nee, dankjewel. Ja joh, ik klein beetje. Ja. Moet een beetje genieten van jouw dag, hè. Hoppakee, dat gaat erin. Ik heb mijn zoen weg, hoor. Zie dat? Dat is dan top. Wil je ook proeven? Ja, ik zie het. Kijk eens. Een beetje genieten van jouw dag, hè. Oh. Ja, hallo. Ja, het is mijn eerste dag, hè. Ja, heb je het wel eerder gedaan? Nee. Nee? Oh, dan doe je het zo goed. Ja, het is mijn eerste dag, dus ik hoop dat ik mag blijven. Ja.
Onze AOW is bijna op. Hebben jullie wat centjes voor Ari? Centjes roepen, Ari. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. Hoeveel hebben we? Niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Ben kapot? Ja, kom. Nou, laten we ergens anders. Goeiedag. Ja, wel een beetje fooi geven. Ik heb het geld nodig. Moet ik me zorgen maken? Nee, ja, een beetje fooi kan ik al. Wil jij het doen of zou ik het zelf doen? Nee, ik kan het wel doen hoor, zeker. We moeten... Die mensen die net gegeten hebben. Oh ja, top. Ja, ja. Heeft het allemaal gesmaakt? Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. Ik heb fooi weer. Ja, dit is wel... Alsjeblieft. Dat is niet veel, hè. Heb je niet genoeg aan? Nee. Meer heb ik niet. Hier word ik niet gelukkig van. Dit is het. Dit is het. Moet ik mee doen? 70 cent. Ja. Dan kan ik daar nog mee. Nou, misschien kan je daar als iedereen nou 70 cent. Laten we dit gewoon vergeten. Komt hij nog een keer terug. En dan komt hij met iets beters, want ik kan er niks mee. Kan er niks mee? Nee, je moet echt met iets beters komen. Ik kan dit. Ik kan er niks mee. We vergeten dit. Ja, dan gaat dit weer terug. Ja, ja, ja. Kom maar met iets beters. Ja, ik kan toch niet met 70 cent. Zijn ze allemaal zo gierig hier. En die mensen daar willen ook de rekening. De rekening? Ja. Zetten we de voordeel dan meteen op? Ja, gewoon een tientje erbij of zo. Weet je. Mensen kijken er toch niet naar. Je moet het erbij schrijven? Ja, voor opa Jaap. Kijk eens. Wilt u pinnen? Alsjeblieft. Dat is dan 36,60. Ja. Ja. Dankjewel. Wilt u het pinbonnetje nog? Nee hoor. Toppie. Dag. Jo. Dit moet gepind worden. Ja. 94. Wat zullen we maken? Tientje. Ik heb AOW, hè? Ja, ik ook. Ja, dus... Wat doen we dan? Nou, doe er maar 6. 7. 8. 8. Ja. Dank u wel. Hoppa, ik heb echt bedankt, hè? Hey, tot de volgende. Hoppa. 13 euro voor je. Die man had helemaal niks door. Hij rekent gewoon af. Oude bankier. Wat een flapdrol. Is alles naar wens geweest. Ja, ja, ja. Zeker. Zeker. Ligt nu met de Rick. Ja, nu begint het leukste gedeelte. Ja. Ik heb hier 38,10 euro staan. Ja. Maar voor mij kan het makkelijk 45 zijn. Ja. Dat ga ik echt niet doen, maar. Nee, wat dan? 40 euro dan. 2 euro voor je. U heeft wel weer gelachen vandaag. Dan vooruit, 40 euro. Ja, pak hem. Hey. Ja, super. Hey, dank jullie wel en tot de volgende keer. Ja, de volgende keer. Ik ben aan het sparen voor mijn AOW. Dus als jullie een klein centje hebben, voor de AOW. Met z'n allen, handjes in de lucht. Ja, bedankt voor het enthousiasme. Dat vind ik waardeer ik. Ja, dankjewel, centjes, mevrouw heeft 10 euro, eurotje, iemand, 10 cent, 5 cent, wel allemaal vreten, maar geen 5 cent. Ja, kom maar, ik zie ook 5 euro achter je telefoon. Je moet nog even borrels uitdelen aan de straat, dan gaan ze sneller zitten. Lekker borrels. Hallo, wilt u een borrel? Dan niet, hè? Wilt u een borreltje? Nee, dank u. Ah, joh, één borreltje. Dat ga ik. Ja, is al lekker. Ja, is al lekker. Gezondheid. Gezondheid. Wilt u een borreltje? Ja, u wilt wel een borreltje. Hallo. Kijk eens, hoppakee. Ja, is lekker hoor. Echt lekker warm van. Ja. Wilt u ook een borreltje? Nee, dank u wel. 1 jaar niet gedaan, nu is goed. Ja, hè? Dank u wel. Wilt u ook een kopje koffie? Dank u wel. Jij een borreltje? Ik weet niet of dit echt iets voor mij is, hoor. Ik weet het niet. Maar het schiet niet echt op voor mij. Nee. Ik moet meer geld verdienen. Ja, dat dacht ik ook. Want ik wil een groot feest geven. Nee, ik ga er denk ik wel vandoor. Opa Jaap heeft met zijn charmes ervoor gezorgd dat er al enkele centjes in de pot zitten voor het feest. Ook Arie de Beuker en Karel de Kale trekken nog 1 keer alles uit de kast. Arie de Beuker, er is die, dames en heren. Arie, laat je horen van Arie. Centjes. Centjes. Ik ga het goed, centjes.
Heb je 5 cent toevallig, mevrouw? Nee, jammer. Klein beetje geld? Nee, niks van de AW. Nee. Oh, wat een schat. Dank u wel. Super lief, dank u wel. Speciaal voor jou, super. Ja? Wat zegt niet voor u? De drugs, hoor. Nee, nee, nee. Mogen niet aan drugs. Nu? Nee, zet hem eens uit. Zet hem eens uit. Wat voor drugs mag dan niet? Helemaal niet. Maar een wietje mag er wel op zijn tijd. Ja, ook niet. Of een glaasje jenever, jonge jenever. Dat mag één keer. Dat mag één keer. In hoeveel tijd? Graden? Elke dag één. Elke dag één jenevertje. Knal die muziek op, Arie. Elke dag één jenever. Zolder! Oh, wat een schat. Ja, dankjewel, lieverd. Hey, Arie, dit gaat goed, man. Geld voor de oude heren. Oh, super lief, jongens. Dankjewel. Dat waarderen. De ouderen waarderen dit heel erg in Nederland. Alles is helemaal goed. Je bent een top. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Lekker. Oh, yes. Dit is mijn dag, Arie. Je bent een top. Dankjewel. Proost, Arie. Nou, zullen we gaan? We hebben genoeg, hè? Ja, zeker. Kom, we gaan. Dankjewel, Zwolle. Dankjewel. Oh, er komt nog iemand aan. Oh, wat een topper. Dankjewel. Dankjewel. Wat lief. Vet lief, man. Vet lief. Oh, wat lief. Dankjewel. Oh, wat lekker. Oh, wat goed. Dankjewel, man. Proost, hè. Ga. Dankjewel, Zwolle. Dankjewel, Linke. Nou, we hebben niet heel veel geld verdiend. Nee. En jij? Ik heb ook geen cent verdiend. Oh. Nee, dat is niet zo goed. Maar jongens, ik heb een idee om heel snel aan heel veel geld te komen. Let op. Dus je wil een waardetransportwagen gaan overvallen? Ja, dat is het idee om mensen in de maling te nemen. Maar dan hebben we toch nog steeds geen geld verdiend? Nee, maar het is nep. En het is gewoon grappig. Klinkt als een goed idee. Ja, toch? Nou ja, of een heel slecht idee. Ik hoop dat de mensen kunnen waarderen. Instappen. En wegwezen. Oké, dit ging even helemaal mis. Ik heb inderdaad een melding voor. Oh nee, thuis komen we hierheen. Wat stom dit. Oh shit, ouwe. Hallo? We hebben ongeveer 8 meldingen gehad. 8 meldingen? Ja. Weet jij hoe gaaf het dan was? Ja, dat snap ik. Dat was niet goed, hè? Weet je hoeveel meldingen ze hebben gekregen, die gast van de politie? 8 mensen gebeld, ouwe. Op last van de politie en uit respect voor alle betrokkenen hebben we besloten de beelden niet uit te zenden. Maar niet getreurd, want er zijn wel enkele centen verdiend. Genoeg om volgende week een knallend feest van te geven. Like deze video en kijk volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Puberende Bejaarden. Lang leven de lol, lang leven opa's Arie, Jaap en Karel. Jongens, ik ga even deze video uitblazen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy Peanut Butter Ice Cream.